Ja, Mark Vossaar, je komt een beetje over als altijd een nuchtere man. En lang haar, een stoere man. Maar dan word je net in het zonnetje gezet omdat je stopt met het actieve voetbal gebeuren. En dan zie ik toch een traantje. Is dat ook Mark Vossaar? Ja, dat is zeker ook wie ik ben. Gewoon een beetje emotioneel. En dat ja, als je meer dan 15 jaar in de senioren speelt. En grotendeels bij Stevo, 12, 13 jaar. Ja, dan stopt dat op een gegeven moment. En dan doet dat wel wat met je als mens. En ja, dat kwam net wel even naar voren. Ja. Wat is Stevo voor club voor jou geweest? Nou, weet je, de voorzitter heeft het net al benoemd. Ik heb een tijd op het ziekenhuis gelegen met een zware bacterie. Het kantje boord was dat ik gelukkig nog dat ik er nog ben. En dan zie je wat de club Stevo is. Jongens en mensen gaan erachter staan en die zijn echt volle steun voor jou. En dat sleep je er doorheen. Ja, en dan krijgen ze van mij dubbel en dwars terug op het veld. Want dan laat ik zien dat ik voor hun voor het vuur ga, zeg maar. Maar wat hebben ze concreet gedaan voor jou toen je in die periode in het ziekenhuis lag? Het zijn kleine dingen. Hè. Het is het dorp zelf ook. Als je ziet van mensen waar je kaartjes van krijgt. Waar je toch bezoekjes van krijgt op het ziekenhuis. Waarvan je het ook niet verwacht. Ja, dan zie je dat mensen met je begaan zijn en dat ze met je bezig zijn. En daarom was ik misschien ook een stukje emotioneel wel. Omdat dat neem ik toch mee in mijn, mijn bagage, zeg maar. En dat is iets wat een hele zware impact heeft gehad op mijn leven. En dat is ook een reden dat ik eigenlijk stop. Ik heb lichte slijtage in mijn linkerheup. En dat komt van die bacterie. Ja, dat is iets waar ik zelf niet voor kies, maar ik moet stoppen ook. Dat verschil vanmiddag tussen de eerste en de tweede. Compleet andere wedstrijden zie ik dan. Hoe heb je dat beleefd? Ja, hetzelfde. Zijn de eerste helft vind ik weggespeeld. Ik vond Roda klasse beter. De eerste helft, gewoon voetballend. Ik vond knap aan Roda. Ze hebben hier gewoon durven te voetballen. Op dit hele matige veld zijn ze gaan voetballen en werd het heel moeilijk mee. We durfden niet door te dekken. Vooral die nummer 9 niet. En kregen ze veel ruimtes. En dat hebben we niet goed gedaan in de eerste helft. En de tweede helft stopte Roda een beetje met voetballen. En kregen wij een beetje grip door middel van kanonballen, door middel van vrije bal. En met veel passie, wat Stevo natuurlijk ook een beetje kenmerkt. Passie konden we de tweede helft, vind ik echt super knap dat we daar 2-2 spelen tegen zo'n goede ploeg. Ja, want ja, er zijn wel eens amateurclubs die dan zeggen van, ja, Stevo, dat is geen voetbal, dat is hard werken. Ik snap niet dat ze daar in die eerste klasse mee spelen. Krijg je zulke dingen dan ook mee? Ach, je hoort het wel eens om je heen, maar ik denk dat overdreven is. Ik denk dat wij, als je kijkt wat wij in een team hebben zitten aan kwaliteit, met een Niels Wigge, met een Roy Wigge, met op het middenveld met een Hugo die eraan zit te komen. Ik denk dat we heel veel kwaliteit hebben, ook voetballend juist. En, maar goed, in wedstrijden tegen de top, tegen de topploegen, RKZVC, Roda Raalte, zie je dat we daar niet in meekomen eigenlijk dan. En dan moeten we het wel van de passie hebben. Ah, goed, en ik vind dat we ook heel goed kunnen voetballen. Dus ik vind het een beetje, klopt niet helemaal. Nu ga je een nieuwe functie krijgen hier binnen de club. Je gaat het 11e onder de 19, zeg maar vroeger de A1. Heb je daar al gekeken voordat je daar ja tegen zei van of daar kwaliteit in zat? Ik heb daar vooraf niet gekeken, toen ik ja heb gezegd. Ze hebben mij gevraagd voor onder 19. Ik wist dat er heel veel jongens over moeten van de A1. En dat ik een redelijk nieuwe lichting krijg. Maar dat vind ik juist het mooie, dat we een nieuw team ervan maken. Ze gaan waarschijnlijk naar de vierde divisie. Nou, dat is heel hoog voor A1 hoofdal, voor Stevo. Voor het eerst in de historie dat het gebeurt. En dat ga ik onder mijn hoede nemen en daar heb ik heel veel zin in. Om daar de oefenstof in te voorzien, zeg maar. Ja, een belangrijk doel is dan denk ik ook, want Stevo heeft wel eerder op een hoog niveau gespeeld. Met de jongetjes van Wigger en zo, oude Westlinkjes. En toen die generatie stopte, was het ook eigenlijk afgelopen. Heeft nou Stevo de boel wel goed voor elkaar? Dat het niet meer afhankelijk is van een lichting wat dan zomaar dan over moet komen. Willen ze een beetje top kunnen voetballen? Maar ik denk dat, zoals het nu, de eerste klasse past goed bij Stevo. En ik denk dat de jongens die nu stoppen, Wilke Broekhuis, ik, Silas. Ik denk dat deze ploeg nu ook in de eerste klasse zich goed kan handhaven. Met een mooi subtop. En waar besteed je dat op? Omdat ik denk dat er gewoon heel veel kwaliteit overblijft. En vooral als je ziet dat de Niels Wigger en Roy Wigger besluiten om hier bij Stevo te blijven. Waar er wel belangstelling is voor andere verenigingen. Dat ze kiezen om hier te blijven. Dat zegt iets over deze club. Dat je niet zomaar hier vertrekt en dat je met iets heel goeds moet komen, wil je hier weggaan. En dan kijk maar naar mezelf, ik heb hier ook 12, 13 jaar gelopen in het eerste. En in het verleden kon ik ook al wat anders, niet gedaan, hiervoor gekozen, om hier bij Stevo te blijven. Omdat hier gewoon de sfeer en is prachtig hier. Streelt jou het ook dan, dat als je dan aangeeft om te gaan stoppen, dat ze dan gelijk met een trainersfunctie gaan komen?
Ja, weet je, daar springt waardering uit. Kijk, ik ga volgend jaar het eerste 3 cursussen doen met een pilot bij Heracles Almelo, waar ik dan ga starten voor TC3. En ze hebben mij gevraagd, ondanks dat ik dan geen papieren had nog, toch om daar voor de groep te staan. Ik ben docent op VSO De Brug, dus dat scheelt. Ik ben wel gewend om voor een groep te staan. Ja, weet je, dat is waardering wat je krijgt van de club uit hier. Nou, dat vind ik hartstikke mooi. Tot slot spreekt de club dan het ook uit van, nou ja, je gaat dit diplomaatjes halen en je gaat je verder ontwikkelen. En we gaan proberen jou een eerste elftal trainer te kunnen maken. Of is daar niet over gesproken? We hebben het nog niet over gehad, maar weet je, dat sluit ik niet uit. Je weet het niet. Ik wil eerst proberen om met de A1 een succesvol periode van te maken. In de vierde divisie, wat gewoon hopelijk, tenminste, ze kunnen zaterdag gewoon nog verder, maar goed. En dat zien we vandaag wel verder. Maar ik heb natuurlijk wel ambities om, zo mooi als ik hier ooit voor de groep zou staan, bij deze jongens. Dankjewel. Ja, helemaal goed.